Goedemiddag, ik ben David Joost. En ik ben Steven. We zijn vandaag bij Nefkens Peugeot. Wat gaan we vandaag doen, Steven? We gaan vandaag rijden met de elektrische Peugeot Partner. Nou, leuk. Ik kom jou weer om vast te vragen. Dat kan. Laat vast. We gaan rijden met de elektrische Partner. Kabel binnen? Ja. Check. Ja, super. Dankjewel, hè? Elektrisch rijden is voor mij nieuw, dus ik weet niet zo goed hoe ik de auto start. Kan jij mij dat vertellen? Ja, gewoon de sleutel in contactvlot. Contact aanzetten. En dan 1 keertje doorduwen, alsof je een echte auto start. Juist. Je zag de meters bewegen, dus hij staat nu aan. En met de draaiknop doe je hem in D. Rem op... Kijk. En dan kun je gaan rijden. En dan gaan we. Ja, dat is bijzonder stil zo. Zo, de eerste meters volledig elektrisch. Ja, dat bevalt goed, moet ik zeggen. Het is heel anders natuurlijk dan een brandgevarendreven auto. Ik zie voor me ook de actieradius, dus hoeveel kilometer ik nog mee kan rijden. Hij is niet helemaal vol, dus ik kan er nu nog 89 kilometer mee rijden, maar op onze plek van bestemming kunnen we hem zo meteen opladen, dus daar maak ik me geen zorgen over. Zo, nou we rijden nu de A2 op richting onze vestiging in Naarden. Het is alleen maar 100 km per uur rijden, dus ik ben benieuwd hoe lang de actieradius zal worden. Hoeveel kilometer ik er nog mee kan rijden. Tesla, Nissan en nu ook Peugeot. Ik vind het opvallend dat de actieradius dat die omhoog gaat als ik wat rustiger rijd. Ik reed net telkens 100 en ik rijd nu 90 en dan zie ik dat de actieradius echt omhoog gaat. Dus dat is ook goed om te weten. Zo, we zijn bijna in Naarden en ik kan er nog 58 kilometer mee rijden. Dus ja. Zo. En deze kabel hier erin. Kan maar op 1 manier. Althans. Ja, die zit. Deze kabel hier erin. Ik heb de laadpas bij me. Moet ik eerst de laadpas ervoor houden of kan ik nu al de kabel erin stoppen? Nee, je kan eerst de kabel erin stoppen. Ja. Die kan maar op 1 manier. Hoppatee. En dan je pasje voor de laser houden. Pasje voor de laser. En die zit onder het Peugeot logo. Hier zo. Kijk, dan begint die groen op te kleuren. Ja, laat maar los. En nou is het aan het opladen. Nou is het aan het opladen. Zo simpel is het. Zo, nou mijn afspraak heb ik weer gehad. Dus ik ga weer richting Utrecht. Ik wil de laadkabel loskoppelen. Hoe kan ik dat het beste doen? Pasje ervoor. Ja. Wordt hij weer goed? Nou, nu hoor je hem klikken en hem eruit halen. Zo, kijk. En eruit. Het voordeel van elektrische auto vind ik wel echt dat hij heel vloeiend optrekt. Dus dat je niet hoeft te schakelen. Het rijdt heel ontspannen. Nou, vandaag hebben we bijna zo'n 100 kilometer gereden. En, nou... actieradius, ik heb nog 6 kilometer, dus dat gaan we mooi halen. Dan kan ik hem in Utrecht weer aan de laadpaal hangen en dan kan ik er morgen weer mee vandoor.